Ja, goedemorgen Michael. Het is de ochtend na jouw fantastische Olympische bronzen medaille. Leuk dat je even tijd hebt. We doen het eventjes via videobellen, want ja, je hebt gewoon een vrije dag en een welverdiende vrije dag. Ben je een beetje bijgekomen, Michael? Ja, we hadden gisteren toch nog wel even met de groep gezellig eentje opgedronken. Wat ook wel terecht is. En dus we lagen een beetje laat in bed gisteren, maar ik toch wel lekker kunnen slapen vannacht. Ik lag laat in bed omdat jij een medaille gewonnen hebt, maar jij hebt het denk ik nog veel beter gehad. Ja, het was gezellig. En oké, we kunnen natuurlijk niet veel hier, maar we hebben wel even met z'n vijven bij elkaar gezeten en toch even bij stilgestaan. Ja. Kater? Nee, dat niet. Dat niet. Heel Nee. mooi, heel mooi. Want wat is er gisteren allemaal op je afgekomen? Heb je het nog een beetje bewust kunnen beleven of gaat dat als een roes? Ja, dit is gewoon ongelooflijk hoe te zeggen hoeveel. Ja, die telefoon heeft gewoon heel de avond zitten trillen. En als je dan toch weer beseft hoeveel mensen dat er eigenlijk toch mee uit. Ook mensen die misschien normaal niet zo in de paardenwereld zitten, die het toch allemaal gevolgd hebben. En zijn respect uitspraken, dat is toch wel bijzonder. Ja, heel mooi. Want je hebt gisteren bij ons in de mixzone je woordje gedaan. En vervolgens allemaal nog meer media op de radio in Nederland en alles hoorde ik. Wat hebben ze nou het meest aan jou gevraagd? Wat hebben ze het meest aan mij gevraagd? Wat dit met me gedaan heeft. Wat dit. Want ik denk dat de meeste mensen toch wel zagen dat het toch veel met me deed. Het is toch een. Ja, komen toch veel dingen naar boven. Hè? Het is toch een hele weg geweest voor iedereen. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn. Van mijn team op stal, mijn vriendin, mijn kinderen, de rest van mijn familie, mijn ouders. Gewoon een lange weg geweest. Dus, en dat komt dan allemaal mooi bij elkaar hier. Dat ik op deze manier iets voor terug kan doen. Ja. Dat is toch wel heel mooi. En waar heb je de medaille gelaten? Heb je die onder je kussen gedaan? Ja, ik heb op nachtkastje liggen nog, ja. Oh, op nachtkastje. Ze hadden me beloofd dat ik. Dat ik nog een mooie medaillehoes krijg. En komt allemaal nog in orde. Maar vertel eens, hè, je wordt dan wakker en dan kijk je naast je en er ligt dan die Olympische medaille. Ja, je ziet dan al natuurlijk al veel mensen. Toch veel atleten hier in het dorp met de medaille lopen. En dan is dat toch een droom die. Waar je natuurlijk stiekem op hoopt. En als het moment dan daar is, dat is toch even niet te bevatten. Zeker een individuele medaille is toch maar voor drie ruiters weggelegd. En dat is gewoon echt ongelooflijk zo'n dag. Ja, en als je dan daadwerkelijk die medaille hebt, wat denk je dan? Is dat dan al een besefmoment of komt dat pas later? Ik denk dat het echte besef pas later komt. Je zit hier zo in die focus, zeg maar. En nog steeds. Ja, en nog steeds zeker. Vandaag gaan we er zeker van genieten, maar ook natuurlijk in het achterhoofd dat we er voor de landenwedstrijd ook nog moeten staan. En ik gun het die andere jongens van harte om ook nog een medaille te hebben. Dat is uiteindelijk toch de reden waarom dat we hier zijn. Om voor het team toch daar te staan. Dus moeten we toch proberen om daar de juiste bijdrage voor te kunnen leveren morgen en zaterdag. Ja, want hoe is het met je paard? Want het paard heeft natuurlijk wat extra rondjes gelopen ten opzichte van andere deelnemers. Hoe is het ermee? Ja, vanmorgen goed. De groom van Boville, Lianne Kuipers. Die gaf me aan vanmorgen dat alles in orde was. Hij voelde zijn eigen goed. En dat is voor mij natuurlijk heel belangrijk. Hè, van tevoren, voor de wedstrijd sowieso. Maar ook vooral daarna. Hoe voelt zo'n paard? En wat zijn de stappen verder? En goed, we gaan hem straks gewoon even wat lichte beweging geven.
voor herstel. En ja, goed, dan gaan we weer een plan maken voor de vrijdag en hopelijk voor de zaterdag. En dan, ja goed, dan gaan we afwachten. Dan gaan we er weer voor. Ik denk dat voor veel mensen deze medaille toch als onverwacht kwam. Was het voor jou ook? Of heb je altijd gedacht van het zit er wel in? Nou goed, ik heb een aantal goede resultaten laten zien in het verleden. Op landenwedstrijden en wereldbekerwedstrijden. Maar dat is natuurlijk nog geen Olympische Spelen. En voor Beauville was het ook het eerste serieuze kampioenschap eigenlijk. Dus dan is het voor mij toch ook een beetje afwachten van... het is pas eigenlijk de tweede vlucht die hij gemaakt heeft. Zo'n verre reis. Deze temperatuur is toch weer nieuw. Voor zo'n paard, de hele spanning eromheen. En dat is toch altijd afwachten hoe zo'n paard erop reageert. Maar ik denk de manier waarop dat hij gisteren zijn eigen liet zien en ook hoe het gevoel was. Met zoveel macht en handigheid eigenlijk. En dat gaf me gewoon enorm veel vertrouwen. Hij heeft gisteren natuurlijk twee serieuze rondes moeten springen. De dag ervoor de kwalificatie. Dus ja, hopelijk blijft de nog kunnen om te ondersteunen aan de landenwedstrijd. Dat is voor mij natuurlijk ook een vraagteken. Maar goed, het vertrouwen is er en hopelijk kunnen we nog twee goede rondes laten zien. En heb je gezien hoe het thuisfront het heeft beleefd? Want er was een filmpje van Erik Junior, hè? Ja, dat is mooi. Hè. Dat is mooi als je ziet hoeveel mensen van je eigen familie en je vrienden er rondomheen allemaal mee meeleven. En dat maakt de Olympiade ook zo speciaal. Als je al ziet hoeveel berichtjes dat je krijgt voordat het überhaupt begonnen is. Dat is gewoon, dat doet toch wel wat met je. Dus, en dan kun je wel zeggen, ja, je moet er heel nuchter onder zijn. Wat springruiters wel... altijd zijn, hè? Wat zeg je? Wat springruiters altijd zijn, zo nuchter. Ja, maar natuurlijk van binnen... Ja, doet hij zeker heel veel met je. En dat maakt het gewoon zo speciaal, zo'n Olympiade. Sowieso een bijzonder jaar voor jou, hè? Ook nog vader geworden? Ja. 2021, ja, super, ga je nooit meer vergeten. Wat zei je? 2021 ga je nooit meer vergeten. Nee. Dat is heel mooi. Dat is... Als je dit zo samen met je familie kan doen. Mijn oudste dochter is nu iets meer dan 3,5 jaar. Dus die krijgt al iets meer mee. En de jongste dochter, Sofie, is nu net 10 weken. Dus dat is hartstikke mooi. Dan zeg je later tegen toen jij nog jong was, won papa een bronzen medaille. Ja, inderdaad. Ja. Mooi. Dat is wel geschiedenis. En dan, kijk, dit zijn dingen dat... Die blijven voor altijd bij je en dat maakt het zo speciaal, vind ik. Hij zal een mooi lijstje krijgen en een mooi plekje thuis. Mooi. En tot slot, wat ga je vandaag nog doen? We gaan dadelijk denk ik even lunchen met de groep. En gewoon even een beetje ontspannen. En dan zullen we dus denk ik aan het einde van de middag... Even de paarden een klein beetje gaan bewegen op de venue. En dan is om 5 uur de veterinaire keuring voor de landenwedstrijd. Dus dan moeten we zorgen dat de paarden weer goed voor de dag komen. Maar dat moet lukken, toch? Dat zou moeten lukken, hè? Ja, inderdaad. Ja. Nou, dankjewel voor je tijd, Michael. Ik ga er nog enorm van genieten. Ja, ga ik zeker doen. Als je er klaar voor bent, hè? Oké, gaan we doen. Dankjewel. Dankjewel. Doei. Doei.